Gaat goed? Ja. Sam, het is jouw tijd voor jouw ontmaagding. Je hebt mij iets beloofd. Voor het slechtste van het beste. We gaan misschien wel de slechtste game van 2015 spelen. Ik heb hem gescoord voor 5 euro op Steam. Dus 5 euro wel spent. En dit is Galactic Hitman. Het is een first person shooter. En daarin zie je, als je de game opstart, zie je meteen dit. Er wordt eigenlijk niks verteld, je hebt geen minuutje, je kan niks instellen, niks. Je ziet hier 6 basissen, bases. De Horizon base, de Zeus base, de Beta base, de Orion base, de Nova base en de Alpha base. En die moet je alien vrijmaken. Jij als Galactic Hitman. Wil je mijn eerste indruk weten? Ja? Ik ben in de war. Ben je in de war? Waarom? Ik ben echt in de war, want zijn wij dit? Is zij de Galactic Hitman? Zij is de Galactic Hitman en wij zijn de Galactic Hitman. En welke base is dit? Dit is de Horizon base. Wat moet je doen en waarom zijn de bases? Dit is Zeus base. Oh wow. En dit is Beta base. Orion base. Kosten nog moeite gespaard. Nova base. Weet je, het ziet er allemaal uit als van die lelijke plafondpompen bij de IKEA. Klopt. Ik ben niet fan van de bases nog. Maar goed, dit is het dus. Zullen we beginnen met Horizon Base, want die staat linksboven. Ja. En dan drukken wij op start. De base is clear. Ik heb net al een basisje uitgespeeld. Je mag geen levels opnieuw spelen. Je mag gewoon niet opnieuw spelen. Wat ik ook zo tof vind, is dat ze gewoon ook geen moeite hebben gedaan om de tekst van elkaar te scheiden. Het staat gewoon op. Je kan hem ook gewoon niet meer spelen. Maar dit is, even voor de duidelijkheid, dit is een game die als volwaardig bedoeld is. Dit is niet tijdens een of andere game jam in 7 uur gemaakt of zo. Dit is een game. Dit is... En ik kan niet nog een keer Horizon Base spelen. Ik wil nog een keer Horizon Base spelen. Niet. Kan gewoon niet. Nou, teleurstellend. Okay. Dan Zeus Base. Ik hoop dat we die niet uitspelen. Ja, die hebben we niet gespeeld, dus bedoel. Dat kan ik me nog niet spelen. Nou, goed, dan staan we. Dit is Galactic Hitman, dan denk je. Okay. Even één keer klikken. Dat ziet er best wel oké uit, toch? Ja. Ja. Ja, aardige textures links en rechts. Het is gewoon een first-person shooter. Je kan een beetje schieten op dingetjes. Als je daarop schiet, ontploft het. Ik denk dat als een... Ontploft het. Mooie explosie. Je hebt hier nog een ander wapen. En wat we hier hebben is een handgranaatje. Waarom komen de bubbels uit het ding door het deksel heen? Laten we er een handgranaat in gooien. Hop. Daar zijn de aliens, want achter die deur... Dan zijn er in ieder geval achter dat er bewegingssensoren op de deur zitten. Ze gaan vanzelf open. En dan moet je toch een partijje gaan schieten. Zo. Zoals je ziet is geen feedback op het wapen. En het is hardcore moeilijk. Ja, they don't fuck around. Nee, ze beginnen meteen... Kijk, dit is nog mijn kogel die is blijven hangen van de vorige speelronde. Ik moet zeggen, als eigenaar van een ijzerwinkel zou ik wel enthousiast worden. De textures zien er geweldig uit, maar... Maar dit zijn aliens. Dat zijn aliens. En je moet ze doodmaken. Oké. Als je één keer raakt, gebeurt er niks. Maar ineens ontploffen ze ook. Ze hebben disco laserstralen. Nou, doe maar. Misschien moet jij het even proberen. Wauw. Oké. Wow. Oh. Wow. Oh. Wow. Wat is deze? Oh ja, dit is... Je hebt ook een handgranaat, hè? Misschien is het wel handig. Dit is 7-up dingen. Wat is de handgranaat? Dat is 4. Zo, hoe stel jij je muis af? Ja, je kan het dus niet instellen. Dan moet je dus echt even teruggaan naar Windows om daar het in te gaan stellen. Kan ik de pin vasthouden? Nee, dat kan dus niet. Ja, gewoon gelijk met 2. Ik vind die explosies op zich best mooi. Oké. Okay. Gooi het. En dan duurt het weer heel lang. En dan gooi je het nu tegen de deur aan. Bam. Het duurt echt 7 miljoen jaar voor die handgranaat. Ik wil een handgranaat gooien. Maar ik ga ook niet weg. Nu gooi alvast. Gooi. Ah, te laat. Heb je hem nou gegooid? Ja, ik hoor een ontploffing. Oké. Okay. Laat de handgranaat maar zitten. Ah, er zit nog een laserstraal uit. Maar ja. Oh, er is wel eentje dood door de handgranaat. Je gebruikt tactiek ook echt. Jean-Claude Van Damme gewoon. Laten we eens even zo'n alien zien van dichtbij, want die zijn echt episch. Wow, nog een explosie. Ja, dat deed ik. Deed jij dat? Hoe dan? Nee, dat deed ik niet. Ah. Je wil alien van dichtbij zien? Ja, kijk hoe mooi. Je schoot terecht voor zijn hart, en niks. Maar mooi is, die anderen blijven nu ook dood. Je hebt dus gewoon unlimited levens. Ja. Dat is het. Het is ook niet van op het moment dat je het niet goed doet, dan jammer, je bent dood en de basis verloren en probeert opnieuw. Het is gewoon van oké, als jij doodgaat, dan kom je vanzelf terug. Ja. Maar een dikke explosie. Wat ik dus echt mooi vond van deze game, we hebben dus net al één basis uitgespeeld, die kan je gewoon niet nog een keer spelen. Dus de replay value is gewoon... Nul. Efficiëntie nul. Ik zie hem al 80 keer in zijn kruis. Dikke explosie. Okay, er zijn echt 7 blauwe kogels nodig om in zijn kruis om te laten exploderen. Dit vind ik ook geweldig, hè? Hij schiet nou op je. Maar hij schiet niet.
Dat is het. Kijk, ik, ja, als ben je dan gaat schieten wel. Maar hij schiet inderdaad niet mee. Nou, als ik nou geschiet ook niet hoor. Wacht even. Even op zijn oorlel. Hier, in zijn oog. In zijn oog. Wat is hij aan het doen? Nou, geen jeuk. Wat is er in deze regio hier gaande? Misschien heeft hij jeuk. Okay, bam! En dan ineens explosie. Dat was het. Wat heb ik nog meer voor wapens? Ik heb een granaat. En je hebt nog een mes. Oeh, een mes. Ik wil iets met mes doen. Pak hem. Zou het lukken, denk ik? Ik heb 55% health. Hij staat er hier nog eentje, hè? Ja, hij staat er één om het hoekje. Daar staat hij. Ik moet wel om. Ik moet tussen deze shit door. Het is wel dat kan, dat kan. Je kan ook springen, hè, met spatie. Het duurt ook echt een jaar, zie je spring dat? Spring eens. Hop. Oh ja, hij springt wel redelijk. Doe de double jump. We gaan even ramboen. Pas op, hij schiet. Hak hem. Hak hem hard. Oh, explodeer. Ik hakte hem in zijn alien galblaas. En toen pas op hoor, daar om het hoekje zitten ze vast ook weer. Dat weet je niet. Dit level hebben we nog niet gespeeld. Ik heb net al even gespiekt, stiekem. Maar dit? Ja. Nee. Oh, kijk, wat zit er aan de overkant? 7-up. Wow, je kan gewoon in space kijken, man. Dat is de intergalactische airconditioning. Wat doet die glasplaat daar? Wat hangt die daar? Dat is de meest onefficiënte glasplaat die ik ooit heb gezien. Die glaszetten huren ze nooit meer. Nee. Het zwom allemaal zo duurder uit. Het is met die mouse sensitivity. Als ik één keer grinnik, dan is of ik een epileptische aanval krijg. Oké, goed. Voorzichtig. Staan ze hier, precies dezelfde plek. Dit is exact dezelfde ruimte. We hebben gewoon gecopy-paste. Ik denk, zo kan ik ook eens. Maar je ziet, dit is toch broken as shit. Ik kan gewoon om de hoek staan. Kijk, zie je hem? Hij is wel aan het schieten. Of hij is aan het gniffelen ook. Hij is gewoon keihard aan het gniffelen. Hij had ook een soort van helpje op. Dit is gemotion captured door de gameontwikkelaar. Die zich beseft dat men 5 euro hiervoor heeft. Wauw. De meeste uitdaging van het mannetje kapot schieten zit hem gewoon in het feit dat je de muis recht moet zien te houden. Misschien moet je voor de gein ook even de Steam recensies lezen die onder de koopknop staan van de FD. Gaan we dat nu doen of gaan we eerst de baas proberen? Nee, we gaan gewoon even lekker spelen. Misschien moeten mensen dat gewoon zelf doen, moeten wij dat niet gaan vertellen. Wat ik wel echt heel tof vind is dat gewoon elke alien heeft een ander wapen en andere kleuren. Let op, er komt een regenboog aan. Het is een soort van jaren 80 Wham videoclip is het. Maar ik weet ook niet waarom, ik ben een beetje voorzichtig aan het doen, maar ik weet niet waarom ik het doe. Ik respawn toch elke keer opnieuw in de ruimte. Ja, je moet de basis... Oh, wacht, nou ben ik weer helemaal aan het begin. Dat wel. Ja, maar ze zijn wel weg. Dood? Ja, tuurlijk zijn ze dood. Okay. Je kan gewoon door. Je kan een rennen ook, hè, met shift ingedrukt. Ik vind het ook interessant dat je kogel blijft hangen nu. Ja, maar dat is gewoon voor... Dit is de Michael Bay editie. Die heeft alleen maar lens flares. Pas op hoor, daar staat hij. Ja, nou. Hij raakt je wel ook. Ja, hij raakt me door het postuur van de deur. Zag je dat? Die vloog de leestraal gewoon doorheen. Dwaas door de deur. Zo kan ik het ook hoor. Maar die textures zijn nog niet zo lelijk. Ja, maar dat vind ik... Dat daar, is hij, daar is hij 6 maanden mee bezig geweest. De rest van de game heeft hij een uurtje gedaan. Moest hij binnen 2 dagen af. Ja. Maar hier, ze staan op precies dezelfde plek ook. Oh nee, hier staat geen guy. Oké, nou, vooruit. Blaas een kist op ofzo. Doe iets. Kan ik gewoon niet... Die handkanaal, die werkt gewoon totaal voor geen meter. De tweede gooi je wel heel snel. Maar dat is het dus ook, weet je. De eerste gooi je, dat duurt een jaar. Overigens 3 ontploffingen. Hoe? Waarom? Maar de eerste duurt een jaar. Hier, 1, 2, 3. En dan de tweede, shoeink. Ja, daarachter. De derde ook. Doos ontwijken. Goed. Ik ben benieuwd wat er achter deze deur is. Ja, wel nog een 7-up machine. Oké. Maar dat moet niet veel op schieten, hè? Wow. Oké, wat is de deal hier? Oh, shit. Nog meer. Shit. Snel verberg je achter de 7-up machine. Clipping is ook helemaal on point. Vind je het leuk? Dude, moet ik nog iets doen om... Nee, ik denk dat ik vast is geklapt. Dus ik lig hier op de grond dood te bloeden, terwijl 5 aliens verdorie 7-up uitmaken uit het jaar 2471 miljoen om in mijn hoofd aan het schieten zijn. Ja. Je hebt Galactic Hitman geklapt, hè? Er is ook maar één manier om deze game af te sluiten. Dat is Control Shift Escape. En dan sluit je hem af. Daar. Hop. Oeh, dat is wel top. Dan gaan we naar beëindigen. Beëindigen. En dan start je hem weer opnieuw op. Ben ik nou wel al mijn progress kwijt? Nee, volgens mij niet. Vast. Ik weet zeker. Ik moet gewoon wel weer beginnen. Hier, start hem. Start hem. Hij staat wel op full fantastic graphics. Ja, dat zagen we in de textures al. Made with Unity. Oh, wat sick. Nou, we kunnen ook even een andere basis doen. Kijken of dat heel veel verschilt. De database. De database, ja? Ja, zeker. Kijk hoe groot zijn de database. Oh, draaiende dingen. Wat draait ook hard. Al die mensen midden in de database worden zo misselijk. Wow! Ja, ik...
word ook misselijk als ik daar kijk, joh. Stuurwiel eromheen. Okay. Betabase. Start. Nou, de haaien. Betabase ziet er precies hetzelfde als, uit als Alphabase, Horizonbase. Ja, hier kom je dus uit. Dit is een ding. Dat is je pot. Hier ben je, ja, je pot, maar... Kijk, er zit ook een scherm in je pot. Fuck, ik dacht ik beschoten net. Er zit een scherm in mijn pot, ja. Dat kunnen we daarop zien. Dit is een... Een ding? Een planeet, ding, oceaan, weet ik veel. Het is geen comfortabele pot, nee, ook, hè? Nee, ik krijg wel een beetje... Je hebt alleen een soort van muurtje met een paar kussens waar je op moet zitten. Wat ik me altijd afvraag, als je moet plassen in een pot, waar doe je dat? Laat je dat gewoon lopen in je pak? Plas jij nooit in de pot? Plas je altijd naast de pot? Ik zoek altijd wel een hoekje uit, maar hier kan je nog eens een hoekje uitzoeken. Krijg je ruzie met mijn vriendin als ik niet in de pot plas? Maar een heel klein potje. Nee, goed. De pot is, er is niet heel veel tijd in gestart. Pas op, ze gaan schieten achter deze deur. Nee, echt? Maar wat is 3? Weet je, alle niet. Er zitten gewoon wapens onder 1 tot en met, wat is het? 5. Dus heb je op 1 heb je zeg maar, heb je je kleine pistooltje. Op 2 heb je de blaster met het lichtkogel die af blijft hangen. 3 is niks. Niks. 4, granaat. 4 is een granaat. Oh, ik heb hem al gegooid. Kut. En ik wilde niet. 2. Ik wilde niet. En 5 is een mes. Is je mes. Maar ook, alles is zo traag. Want ik druk op het mes en dan klik. Ja, misschien is 3 een unlockable. Je weet het niet. Die hebben ze in het midden weggezet. Zo logisch. Goed. Oh! Onverwacht. Bam. Explosie. Misschien moet je gewoon 3600 granaten naar binnen gooien. Jij zegt 3600, ik druk op 6. Maar 4. Je hebt er nog 9. Je moet dus, even de tactiek is, je moet ongeveer een seconde voordat je de granaten wil gooien, moet je hem indrukken, de deur open doen en naar binnen gooien. Ja. Ik heb echt niet het idee dat het gaat lukken, maar daar gaan we. Klik, deur open. Go! Wow, ja. Shit, het lukte gewoon. Een lichtflits door de dichte. Goed, nou, deze erbij. Het heeft wel... Oh, niet gewerkt. Er is niks aan de hand. Hij heeft ook eens een beetje hoofdpijn. Oh, je begint ook gewoon met... De deur bleef nog open. Wat sick, zeg. Ik ben gefascineerd door die laserstraal die blijft hangen. Ik ben net zo goed hier als jij. Papapauw! Ze hebben verschillende aliens, hè? Kijk hem. Ja, hij ziet er als een Dr. Doom. Dr. Doom, ja. Yeah. Dus kortom, je vecht... Oh, de kist hangt in de deur. Je vecht tegen... je vecht tegen een ene... Dat is niks van een granaat niet aan verhelpt. Oh ja, een granaat is 4, hè? Ja, misschien duw je hem dan door de deur heen. Wow! Oh, zie je? Je hebt deze game door, hè? Ja, ik weet hoe het werkt. Maar kortom, het verhaal, bij gebrek aan verhaal heb ik het verhaal bedacht. Ja? Het jaar is 3471. Ja. Mensheid is door Intel enorm traag geworden. Dat zien we wel aan dit. Ja. We zijn op zoek naar een nieuwe soort om het voortbestaan van de mensheid, om maar daarmee te paren het voortbestaan van de mensheid te garanderen. Ja. En ondertussen hebben Dr. Doom's kinderen en de aliens uit I'm Blue van Eiffel 65. Da-da-di-da-da-da. Een super ras gesticht om de mensheid tot een einde te brengen. Maar gaan we dan ook nu iemand redden? Gaan we nu iemand redden? Dat weet ik niet. Maar wat is het? Je bent een hitman. Je hoeft alleen maar mensen dood te maken. Ja, maar aliens dus. Je is wel weer gewoon vooraan, hè. Dit is gewoon echt... Ach. Ja, maar je kan... Oh! Ja, nee, ja. Die zag ik aankomen. Dit is toch wat je gaat doen? Je gaat gewoon jalala knallen, oké, ik heb een probleem. Nou, dan ben ik dood. En dan hartstikke fijn. Waarschijnlijk probeer nog een keer. De deur is waarschijnlijk Ik vind wel dat je even een basis moet uitspelen. Ja. Moet ik een basis uitspelen? Ik begin wel weer aan het begin, dat is wel kut. Ja, dan moet je het hele stuk teruglopen. Gooi granaat. Kom, ik ga mezelf loslaten. Heb je hem? Ja! Dat snap hem wel. Je kunt zien dat ik heel veel shooters speel. Ja, je bent echt een pro. Oh, ja. Ik vind het wel mooie lichteffecten overal, hè? Gele lasers, blauwe lasers. Dat is dus het rare, weet je. Het is niet dat hij er helemaal met de pet naar gegooid heeft. De textures zijn wel oké, licht is wel oké, weet je. Level design, ja, goed. Niet heel spannend eruit. Copy-paste. Hij heeft gewoon heel hard gewerkt aan één kamer. Ja, dat is ook belangrijk. Constant geknipt. Dan heeft hij gewoon gekeken. Oké, ja, hier moet er meer 7-machine in, hier moet er minder in. Ja. Waarom drinkt de alien 7-machine? Misschien vind ik het lekker. Ik drink ook een 7-upje. Paarse laser die komt een beetje de neus uit. Maar heb je ze nou allemaal? Nee. Het is een paars gelaserde. Ik vind het wel spannend wat er straks na de 7-up automaat gebeurt. Daar ben je nu. Hier, ja, waar ik dus net dood ging. Ja, meteen links, daar komen ze. Piep, piep, piep. Gewoon een granaat. Ah, dat is een plek om een granaat te gooien. Zeker. Gooi het. Gooi meteen. Nee. Ja. Gooi er nog één. Bam.
deed helemaal niks. Hij ontplofte gewoon echt naast zijn linkerteen. Wat gebeurt er linksonder in je scherm? Dat is mijn gezondheidsbalk, die gaat de app onderuit. Oh, dit! Ja. Hey, oeh, dat is funky. Het ruimtestation staat op instorten. Ai, is dat die glasplaat? Komt er die... Oh, gooi het maar precies tussendoor. Het gaat zo mis. Pony 2, wacht even. Het moet lukken, dit. Hij gooit sowieso een beetje naar rechts op waar hij van mikt. Dus, daar. Dat in acht nemende. Oh, wel beschoten. Ah. Het lukte wel. Deze tel ik als mis. Dan moet je de hele level door. Ik ben blij dat hij nog niet eerst gecrashed, man. Granaten zijn wel the way to go. Ja, toch? Zullen we granaten spammen? Wacht even. Ja. Je kunt ze dus. We hebben er 11, zo te zien. Wat ook een heel raar. Je had er net 10. Ja. Oh! Gooi je. Ja. Pak aan, aliens. Doet ze helemaal niks. Toch wel. Ze mist alleen een paar levens. Er staan er 3 of zo. Ja. Okay. Ja, die moet lukken. Dat moet lukken. We hebben nog 100% health. Daarom. Wow. Geen super goed. Wat is dit? Je was gewoon paniek aan het zaaien met je granaten. Aan campen, wacht even. Oh, ja. 2 of zo. Recht gewoon van links naar rechts de hele tijd, heen en weer. Sorry. Want ze zijn traag om je te raken. Oh, wow. Dat is het hele idee. Wat is wacht dat? Even, wacht even, nee, we hebben hem. Oh, shit. Hij is weg. Ja, dat was een romp. Een alien romp. Oh! Diversiteit? Het ziet er gewoon anders uit. Wat zou dit zijn? Wat is dit voor deel van het ruimteschip? Staat hier nog iets op? Het is een soort van voetbal of zo. Is het een voetbal? Dit is het hoofdkantoor van de FIFA. Dit is waar hier is het idee van Rocket League vandaan gekomen, denk ik. Hier is Rocket League ontstaan. Dan heb ik wel al mijn granaten erin gegooid. Holy shit. Wat is dat? Oh, this feels like a trap. Dit is een pot. Ga erin. Het is een pot, maar hij heeft dingen. Zie je dat? Ja vleugels. Ga erin. Weet dat ik van achter belaagd word? Nee, joh. Als dit het is. Als dit het hele level is. Hè? Dit waren totaal, wat is het? 15 vijanden. 11 granaten, een ruimtestation bijna uit elkaar valt. Dat is wel je geld waard. Dubbel glasplaat. Heeft deze pot wel HBO? Oh, pas op. Wow, die gasten zijn echt afgezet door de glasplaat. Ja, man. Niet normaal. Ga erin. Ja, want ik wil niet dat level crasht. Oké. Nee, net bij die andere zei je gewoon level clear. Ik ga me niet vertellen dat ik het level uitgespeeld heb en dat ik gewoon niet level clear krijg. Ik denk dat dat het is. Dat je gewoon niet... Rot op. Wat is er ook... Misschien heb je een afslag gemist. Maar daar zit ook allemaal nog shit. Zijn we er allemaal doorheen gekomen? Misschien ben je gewoon de verkeerde kant op gegaan. Je bent gewoon de verkeerde kant op gegaan. Ik ben niet de verkeerde kant op gegaan. Ga even kijken, snel. Hier ben ik niet begonnen. Ga even kijken, snel. 100%. Oké. Ik ben zo bang dat er... Misschien moet je nog ergens een knop omhalen of zo. Een knop. Daar nog een deur, man. Oh, shit. Daar ben je nog helemaal niet geweest. Is er dan nog iemand anders hier? Wow. Fucking unfair. Snel, gooi je granaten. Ja, die heb ik toch niet meer? Oh, dat zijn op. Ik druk op de granaatknop, maar niks. Ik heb alleen nog dit. Een mes, nee. Oké, schiet ze nu. Schiet ze de moeder, Sam. Hebben we aliens al een moeder? Ja, zeker. Als ze een moeder hebben, is ze heel dik. Streven was het, hè? Ja, dat is het. Dat is het. Dat zijn er wel veel dit keer. 10%, zou het me lukken? Ja, dat denk ik wel. Oh. Ziet gewoon door de deur heen. Oh, jongen toch. You can do it. Ga ik nou weer verdwalen, denk je? De kisten staan nog wel allemaal op dezelfde plek. Ja, dat is wel netjes. Dat is netjes. Heb je nu wel een nieuwe granaten? Dan zeg je maar wat. Ja, yes. Ik ga denk ik gewoon elke doods geen granaten meer hebben. Dit wordt wel lastig, maar moet ik dan... Ik liep ook net de kaart op die deur af. Oké, man. Gooi. Ja. Go. Spam. Eentje binnen. Hoeveel zouden we er hebben? Ik denk dat er geen één dood is. Ik denk dat er geen één dood is. Nou. Dat ging maar net goed. Je ging wel netjes naar binnen nog. Ik wil even onder ontploffen, maar... Kijk. Je hebt geen gewichtloosheid of zo, hè? Dat is wel jammer. Je bent gewoon fladderen door het ruimteschip. Wat is dit? Dit is een deur. Ben ik verdwaald. Gewoon echt door. Granaten. Doe het. Granaten. Alweer? Ja, dat zijn awesome. Ik heb er wel 11, ja. Gooi het. Ik ga gewoon gericht granaten voor je. Vooraan. Zag je hem? Ja, die moet raak zijn. Hij moet hartstikke kapot zijn. Hij is hartstikke kapot, ja. Een beetje hoger? Ja. Iets hoger. Oké, links voor.
Ja? Nog een dode? Oh nee. Alleen maar een rookmachine was hier. Oh, had je iets? Ja. Dat iets. Nee. Ik ben toch mijn mening over dit spel aan het veranderen. Waarom? Ik vind het nog kutter dan ik al dacht. Oh, echt? je bent wel benieuwd naar het einde, toch? Ja, ik wil deze baas wel halen, maar... Granaten zijn al de shit, dat wel. Ja, toch? Wat ik ook zo tof vind, is dat er zit zoveel creativiteit in het spel. Je hebt een blauwe laser, je hebt een gele laser, en je hebt een mes en een gewone granaat. Ja, toch? Geen buitenlaatse bom, laatst bij jezelf. Oh, hoeveel granaten heb je wel niet gegooid, man? Zeker nog 2% leven. Ja, dat is meer dan genoeg. Wat zou er om de hoek zijn? Een 7-up machine. Wil je een gokje doen? Ik denk... aliens. Ja, staat wel. In dot. Wauw. Oké. Dus denk wel het laatste stukje van de game. Of van dit level. Weet je wat? Ik hoop van het level wat je daarna nooit meer kan spelen. Nee. Hè? Dus geniet er nog even van. Volle teugen hier. Even slalom. Waarom staan er zoveel dozen ook? Wat zit er in die dozen, vraag ik me dan af. Nieuwe aliens. Ah, zou dat zijn? Kijk, zo gekeken. Wow. Sick hoor, dat hebben we gewoon voor elkaar gekregen. Pas op. Nou, ik zit vast achter een doos. Paniek. Zoveel mogelijk meenemen van die gasten. Nee, nu crash je de game weer. Oh, we waren zo ver. Nee, het gaat goed, gelukkig. Nice. Dit is overigens helemaal geen reden om te stoppen met het gebruiken van granaten. Nee, tuurlijk. We glitchen in de moeder. Granatic Hitman. Weet je hoe de ontwikkelaar heet? Niet. Amateur Studios. Ik kan het wel even opzoeken voor je. Ben benieuwd. Ik wist het wel allemaal. Ik wil ze op. Want ik had deze eerst op mijn laptop gezet, maar daar start hij niet op. Hoezo? Was je laptop te goed? Ik denk het, ja. Galactic. Hitman. Ja, ik ga een buurt komen, Martje. Ben je er bijna? Ik heb lekker een granaat weer, snel. Onder water. Moet lukken. Ik heb al 2 keer zijn overgeschoten. Oh, dit is wel een verhaal, man. Heb je hem uitgespeeld? Base Clear. Oh, Base Clear. Wow. En ik had nog maar 9953 kogels van 10.000 over. Oké. Okay. Hier ook. Bug report. Hello, I have a bug to report. When I die, I do that spell. Oké, okay, cool. Maar... ja, dan kan je niet dat ik het mezelf aan wil doen, maar Betabase kun je wel opnieuw spelen, zo te zien. Dat kan wel. Klikbaar. Horizon Base niet. Wil jij nog een andere baas verkennen? Ja, ik wil gewoon de laatste basis wil ik nog 1 keer doen. Zou er een eindbaas zijn, denk ik? Ik hoop het. Ik hoop het. En die moet wel zijn in Alpha Base. Alpha Base. Ik heb thuis zo'n lamp op het plafond, ja. Alpha Base lamp. Wow, nou, je hebt wel de layout, kun je nu wel zien. Zo, 1 gangetje meer bijna tot haakkruis geweest. Maar... ja, maar echt. Oké, okay, nou, Alpha Base weg. Yep. Ja, inderdaad, snij de ruimte even over. Wow! Kijk hoe ver ze gooien. Oké, bug report. Oké. En nu? Ja, we kunnen de game ook niet stoppen. Ik kan wel reloaden, hè? Reloaden? Ja, het moet error zijn. Ah, maar ik heb zo reloaden, je hebt 10.000 kogels. Ja, ik heb ook nooit hoeven reloaden. Ik heb ook geen andere clips. Nou, okay. Vet. Zullen we nog 1 keer Alpha Base proberen? Ja. Goed, maar... sluit hem even af, hoor. Zoals je de game moet afsluiten. Ja. Even een liftmuziekje eronder. Ja. Graphics... Oké, we zitten over de tekst te praten, maar de graphics quality staat ook echt op fantastic. Ja. Kunt even doen op fastest. Fastest, fast, simple, good, beautiful, fantastic. Doe ze fastest. Dus gewoon zo lelijk mogelijk. Misschien zitten er dan geen bugs in de game. Ik ben bang dat het gewoon precies hetzelfde eruit ziet. Het grappige is dat het Made with Unity logo al stukken minder fancy eruit ziet. Nou, daar gaan we. Hoppa! Ik zie nog niet heel veel anders. Het is gewoon identiek. Ik val niet door de ruimte. Het is exact dezelfde kwaliteit. Ja. Dat wist ik op zich wel. Hoe kun je nou niet weten dat er achter deur 1 6 guys staan? De granaat zijn wel leuk, hoor. Heb jij de granaattrick al een beetje? Wow, begin niet heen. Go! We
heb bijna je pot opgeblazen. Dan moet je nog mee naar huis. Oh shit. Wat doe je? Het is ook niet echt dat je doodgeschoten werd. Je blies jezelf ook nog eens op. Waar zijn mijn granaten heen? Ja, die ziet er alleen niet. Af en toe zijn ze gewoon niet. Oh. Dan doet hij die onderhandse worp. Dan zit dat armpje net niet in beeld. Zie je dat? Bam! Oh, wow, hij ontploft. Je gaat iemand helemaal aan de linkerkant van de sluis en rechts biezen iemand op. Oké, dat is raar. Ah, er is nog één. Ik wil toch eigenlijk kijken of er eentje met het mes dood is. Had je net toch? Of de oude of zo, dat is wel waar. Zo spectaculair was het dus. Dat ik het al meteen weer vergeten. Wow, we hebben verlefde door die deur heen knallen. kun je die kist niet naar binnen knallen of zo? Die kist naar binnen knallen? Ja, die ontploft toch? Jazeker. Jazeker, Sam. Oh, jazeker. Wow! Ja, ik moet toch zeggen, de aannemer die dit station gebouwd heeft, ik bedoel, extra glasplaten, kier in de deuren. Oh. Ik had mijn geld teruggekregen. Dit is het allerleukste aan die hele game, de dozen opladen. Ja. Kijk hoe de dozen in het rond vliegen. Ja. Boom! Is hij wel dood? Ik hoop het. Als hij niet dood is, is dit echt... Maar goed, het is misschien een beetje vroeg voor 2016, maar Game of the Year nominatie? Ja, ik was 2015, man. Ja, nou, hij is niet prijs gevallen. Je levenloze lijk met het halve ruimtestation doorgeknald. Ik moet deze even uitspelen, want ik ben benieuwd naar de eindbaas. Er moet een eindbaas zijn, toch? Er is geen eindbaas. Er is zeker wel een eindbaas. Ik weet zeker dat er geen eindbaas is. Kijk, die diversiteit in aliens, man. Ga je gewoon doorheen lopen? Oh, dat kan ook natuurlijk. Hoe dom zijn we? Ik drop gewoon ook nog van de lijn. Oké, dit is ook een manier. Zo, daar kom ik aan. Hij gaat hem gewoon door met schieten, ook al ben je dood. Tuurlijk. Want hij wil het zeker weten. Wat zijn nog? Wat doe je? Wacht, ik ga er gewoon dwars. Hop. Gooit granaten overal heen, behalve naar de mannetjes. Als Marvel deze game ziet, dan heeft hij zo'n rechtszaak aan zijn voet. Ja, dit is toch gewoon Dr. Doom? Dat is Dr. Doom, ja. Ik heb hem gecrashed. Goed, ik ben er ook wel helemaal klaar mee nu. Dit zeggen. Dit was denk ik het slechtste van de slechtste. Slechter dan dit kan je niet vinden in 2015. Lees de Steam reviews, die zijn hilarisch leuk ook. Waarom heet de game geen Galactic Shitman? Ik dat was een veel te passelijke titel geweest. Ja. Maar goed, hij was goed poep. Ik hoop dat je hebt genoten het afgelopen half uur van deze fantastische mooie game. Hij is zo interessant dat de cameraman zelf zijn Snapchat zit te checken. Ja. Zo innoverend is hij. Dat dus. Ben je al benieuwd wat we volgende week gaan spelen? Ik hoop Galactic Hitman deel 2. Ik hoop het ook. Doei doei! Wauw.